Welkom bij het Frits Philips Lyceum MAVO. In deze video ga ik je meer vertellen over onze school. Op het Frits Philips vinden we betrokkenheid erg belangrijk en daarom kiezen we voor een persoonlijke benadering. Dat doen we onder andere doordat we werken met mentorenteams. De mentor is immers een spil in de begeleiding van de leerling. Een eerste aanspreekpunt voor leerlingen en voor ouders. Persoonlijke aandacht en zorg en ondersteuning waar dat nodig is. Zo hebben we overleg binnen teams, zijn er vertrouwensdocenten, is er een ondersteuningsteam, hebben we leerlingbegeleiders en het leerlingvolksysteem Magister. De overstap van basisschool naar middelbare school kan erg spannend zijn. En daarom komen de leerlingen voor de zomervakantie al kennis maken met hun mentor en de klas. Na de zomervakantie beginnen we niet gelijk met de lessen, maar volgen de leerlingen eerst een introductieprogramma met hun mentor. Zo leren ze de school beter kennen, de klas en doen ze verschillende groepsvormende activiteiten. Ook gaan we met de klassen op kamp, hebben we een informatieavond voor ouders en zullen de mentoren kennismakingsgesprekken houden met de ouders. Voor toelating op het Frits Philips volgen wij het advies van de basisschool. Je hebt minimaal een VMBO-T MAVO-advies nodig om je in te kunnen schrijven op het Frits Philips. We hebben dan de verschillende brugklassen. Een MAVO-brugklas, HAVO-MAVO-brugklas, een HAVO-brugklas, VWO-HAVO, VWO en gymnasium. In de zogenoemde dakpanklassen, zoals de HAVO-MAVO-brugklas, wordt op het hoogste niveau lesgegeven en krijgen de leerlingen cijfers op beide niveaus. Kinderen met een VWO-advies en een brede belangstelling kunnen kiezen voor het gymnasium. Je krijgt dan meer mogelijkheden om je werk zelf te plannen, krijg je lessen Latijn en Romeinse cultuur en krijg je op verschillende manieren verdieping van de stof. Het is belangrijk dat kinderen hun talenten ontdekken en verder ontwikkelen. Dat doen we onder andere met de talentrichtingen. We hebben er vier: sport, ondernemerschap, cultuur en wetenschap. De talentrichtingen volgen ze niet met hun eigen klas, maar kinderen van alle niveaus zitten door elkaar, van MAVO, HAVO en VWO. Vaardigheden zoals creativiteit, samenwerken, communiceren en zelfregulatie staan daar centraal. Wanneer je al een sport beoefent zoals tennis, voetbal of hockey, kun je eventueel extra trainingen krijgen onder begeleiding van een toptrainer. Dat doen we bij High School Eindhoven. Je krijgt dan twee keer in de week extra trainingen in de ochtend. Naast High School Eindhoven zijn er meer manieren om talenten verder te ontwikkelen. Zo is er een versterkt talenonderwijs. Dat betekent dat voor iedere vreemde taal een internationaal erkend certificaat gehaald kan worden. Daarnaast zijn er verschillende reizen naar het buitenland. Hebben we een toneelgroep, een robotica groep, zijn we een brainportschool, wat betekent dat we samenwerken met bedrijven in de brainportomgeving. Doen we mee aan de internationale debatteerwedstrijd en zijn kunstvakken te kiezen als examenvak. Hier zie je een overzicht van de vakken die gegeven worden in de brugklas. Voor alle informatie over het Frits Philips verwijzen we je graag naar de website www.fritsphillips.eu. Hier vind je ook alle actuele informatie die betrekking hebben tot open dagen, informatieavonden en inschrijvingen. We hopen je graag te begroeten op het Frits Philips.